Binnen het EU-project HORSE heeft TNO een nieuwe vorm van mens-robot samenwerking ontwikkeld. Deze technologie helpt u als bedrijf snel, foutloos en flexibel verschillende producten te assembleren als productvarianten en materialen steeds frequenter wisselen en wijzigen. Tijdens high mix, low volume en high complexity kan deze technologie worden ingezet om nieuwe medewerkers in te leren en ervaren operators te ondersteunen. In deze demo assemblagewerkplek van TNO is dit nieuwe operator support systeem te zien. De kracht van dit systeem is dat zowel de voorraadbakken voor het materiaal, de robot en uiteraard de medewerker zich in dezelfde werkplek bevinden. Verder is de werkplek voorzien van een beamer voor het projecteren van de werkinstructies en een Kinect voor het volgen van de handbewegingen van de operator. De werkinstructies worden stap voor stap geprojecteerd op het werkblad of op het product. Handelingen kunnen handmatig worden bevestigd met behulp van virtuele knoppen die op het werkblad worden geprojecteerd. De software stuurt de robot aan die gefaseerd de juiste bakjes op het werkblad neerzet en de gebruikte bakjes weer weghaalt. Dit allemaal terwijl de medewerker doorwerkt. Met behulp van Pick-to-Projector wordt het juiste bakje aangeduid. Operators krijgen direct feedback als een verkeerd onderdeel wordt gepakt. Daarnaast krijgt de medewerker visuele feedback wanneer de collaboratieve robot in de werkplek actief is. Een operator wordt tijdig gewaarschuwd via projecties in de werkplek. De doelstelling was natuurlijk om met behulp van augmented reality een mens te ondersteunen op de werkplek, zodat hij eigenlijk met minder kennis en ervaring toch een hoge productiviteit kan leveren. En ook zonder dat hij eerst een leertraject nodig heeft van soms maanden, dit met een instructie van bij wijze van spreken een half uur al kan doen. En dat verhoogt natuurlijk enorm de flexibiliteit van je mensen. Het voordeel van TNO is dat ze wel degelijk die brug vormen tussen die kennis, maar ook de inzetbaarheid op de werkvloer. En dat is voor mij zeker een toegevoegde waarde die TNO wel levert.